Ontspanning door inspanning, rust door focus en een wereld om je heen die stil wordt en vertraagt. Dat is wat het tekenen van geometrische Keltische mandala's allemaal met je kan doen. En behalve dat is er meer. De oorsprong van Keltische kunst en Keltische symbolen is terug te voeren tot aan de ijzertijd. De Kelten hadden een diep gewortelde band met de natuur en met spiritualiteit. En hierdoor is een unieke beeldtaal ontstaan die bestaat uit ingewikkelde vlechtwerken, patronen en andere geometrische vormen. In de cursus Keltische symbolen en randen leer ik je 12 van die symbolische patronen tekenen en laat ik je maar liefst 6 verschillende tekentechnieken zien waarmee je een Keltische rand om je mandala heen kunt maken. Je gaat dus wel veel, maar niet alleen maar vlechtwerk tekenen. We duiken samen in thema's als harmonie en balans, bescherming, familiebanden, spiralende kunst en spirituele symbolen zoals bijvoorbeeld de Keltische levensboom. Door de 6 lessen uit deze cursus onderling te combineren, kun je een eindeloze hoeveelheid geometrische mandala's vol symbolische betekenis maken. Zelf raak ik altijd heel ontspannen van het tekenen van Keltische patronen. Het is mijn hoofd die focus en concentratie nodig heeft, waardoor er geen plek en ruimte is voor andere dingen. De wereld om me heen vertraagt, wordt stiller, de tijd vliegt eigenlijk voorbij. En als klap op de vuurpijl heb ik dan een prachtige mandala op papier staan waar heel wat creatieve uren in zitten. Dat het niet altijd in één keer goed gaat, laat ik je in deze cursus ook eerlijk zien. Je hoeft namelijk geen gevorderde mandala-lover te zijn om deze cursus te kunnen volgen. Alle trucs en valkuilen laat ik je in tientallen duidelijke video's zien met goede foto's en werktekeningen die verhelderend zijn voor het ontwerp. Zoek jij juist meer uitdaging dan mijn basisontwerpen, dan geef ik je in iedere les opties om jezelf daarin verder te ontwikkelen. Deze cursus is voor iedere mandala-kunstenaar die ervan houdt om met de neus op papier en de tong buitenboord puzzelachtige tekeningen te maken, terwijl de wereld om je heen en in jezelf verstilt en vertraagt. Doe nu mee met de cursus Keltische symbolen en randen tekenen en maak minstens 6 prachtige Keltische mandala's vol symboliek en betekenis.